Wat zei ik net? Gio zei net tegen mij... We gaan voor het eerst hier even lekker het water in. Oké, eindelijk lekker op het strand. Dit kan echt gewoon net uit een film komen. Kijk eens hoe wild de zee is. Oh, er zit een surfer daar. Oh, er komt beweging in. Bij deze komt... Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik begin uiteraard hier de vlog natuurlijk vanuit onze hotelkamer, waarbij ik de deur open doe. En kijk eens even, jongens. Het is zo... ongelooflijk mooi wakker worden hier in Hawaii. Kijk eens even, daar links trouwens die wolken zo. Oh, daar hangt een beetje een regenachtige wolk daar boven de bergen. Daar zien we wel allemaal zon, maar ik zie ook druppels. Ik weet niet of jullie dat zien. Het is echt gewoon een wereld van verschil als je daar de lucht ziet. En daar de donkere wolken boven de berg. Maar volgens mij is dat wel eigenlijk een beetje elke dag hier. Elke dag een klein beetje regen. En dat klaart dan dus helemaal op. Zo, wat een heerlijk plaatje om zo wakker te worden. Het is weer super vroeg in de ochtend, het is volgens mij 7:30. Dus heerlijke tijd om eruit te gaan, zodat we weer optimaal van onze dag kunnen genieten. Wij hebben hier lekker onze tas ingepakt. Kijk eens aan, een hele goede morgen mevrouw. Good morning. Kijk, we hebben dus trouwens hier een systeem jongens, bij het... wat? Wat is er? Ik weet niet waar ik mijn bandje heb. Oh, ben jij je bandje kwijt? Ben jij hem kwijt deze keer? Hij zit in mijn vakje. Oh, ik wacht echt op het moment dat Linneke iets kwijt is. Dat moet echt een keer komen. Maar dit bandje is dus best wel handig. Want deze doe je gewoon om. En hiermee scan je dus alles. Hiermee kan je de parkeergarage uitkomen. En kan je dus ook de deur van je hotelkamer openmaken. Dus ja, wel handig. Het zit gewoon om je pols. Ik snap alleen niet waarom ze die bandjes altijd in zo'n lelijke kleur doen. Ja, gewoon... het is echt zonde. Zo'n lelijk opvallend bandje. Ik heb een supermooie foto van jou gemaakt. Staat zo'n blauw bandje. Oh, misschien is dat juist zodat je hem niet kwijtraakt. Dat kan wel, hè? Dat is wel heel opvallend natuurlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Ik denk dat dat het wel is. Dat lijkt me. Wij hebben even lekker 2 handdoeken hier gehaald. Kijk, het resort is dus echt wel een klein beetje nat geregend, zoals je hier kan zien. De tegels en alles zijn helemaal nat. Maar het is wel gewoon gelukkig lekker warm. Dus dat is wel belangrijk. Maar we hebben deze nodig omdat wij dus sowieso vandaag naar een strand willen toegaan. Wat we ook... uiteraard weer op TikTok gezien hebben. Tuurlijk. Altijd, hè? Altijd. Ik denk dat wij heel onze vakantie gewoon ook een beetje de dingen die we willen gaan doen allemaal gezien hebben op TikTok. Ja, klopt. Het is echt weer... TikTok, jongens, het is echt de shit. Niet normaal. Zo, Lynn en ik zitten helemaal ready in de auto, jongens. Het is wel echt een groot verschil tussen Lynn en ik. En dat is, ik heb in de ochtend altijd super veel zin in een heerlijke koffie, dat weten jullie. En ik gewoon echt in een verfrissend glas drinken. Dus of water, of... Fuck. Iemand zit zijn auto te zoeken. Wij net ook. Oh, wij net ook. Wij zaten dat is hij die daarachter staat. Oh, echt? En toen, ik zei tegen Gio, ik zei nee, we staan op 2. Gio zei nee, we staan op 3. Dus ik zei nee, we staan 100% op 2. Dus wij naar 2 lopen, Gio met de sleutel klikken, horen we hem een verdieping bovenop. Stond hij wel op 3. Maar die man die was het ook aan het doen. Ja, het is zo'n groot garage, iedereen zoekt zijn auto hier. Kijk, dit bedoelde ik. Je scant dus hier je pols. Zo, met je... pasje of je... Please insert the parking ticket or present credit card. Ik wil net zeggen, gaat die nou precies niet werken? Ja, je moet dus scannen met deze en dan kom je de garage maar uit. En dan wordt automatisch het geld op je hotelkamer gezet en dat moet je dan achteraf betalen. Ja, het is echt duur hoor, je parkeren ook. Je betaalt voor 1 dag $55. Dus yeah. Dat is wel echt een ding. Ja, en dat is al met korting voor hotelgasten. Ja, klopt. Want eigenlijk, wij betalen de eerste dag $70. Maar ja, je staat hier ook gewoon gelijk in het centrum. Ja, dat wel. Maar ja, alsnog. Ik begrijp wel waar het vandaan komt dat iedereen zegt dat Hawaii echt duur is. Want gisteren betaalden we dus ook voor 2 drankjes $40. $40 inderdaad. Ja. Nou, en kijk, we zijn in ieder geval weer mooi hier op de straat van Honolulu. Wij zijn er dus weer echt nogmaals lekker vroeg uit, maar dat voelt echt goed hier. Want ja, je wilt natuurlijk gewoon zoveel zien van dit eiland. En we gaan nu dus eventjes naar een ontbijttent aan het strand, wat hier rechts zit gelukkig. En dat heeft Lynn deze keer uitgezocht. Ik moet zeggen, Lynn is wel beter in die dingen uitzoeken, dus het zal vast een mooi plekje zijn. Ja, maar toch, je weet het nooit. Nee, je weet het nooit. En dan zit er ook... Hé, hier zit die... Extra things. Oh, dat is ook ontbijt. Ja. Oké, dat is onze backup. Ja. Kijk, deze view hè, met die palmbomen en daar verderop heerlijk de zee. Dat is toch wel echt gewoon fantastisch. En het weer klaart op. Ja, dat is wel belangrijk, want er hing echt een donkere wolk boven de bergen daar. Jij zei toch dat Thomas zei dat er iedere ochtend was. Ja, een van mijn opa's die zei dat het bijna elke dag hier wel eventjes regent. Door het bepaalde klimaat of de bergen. En dat klopt nu wel. Dus ja, het kan zijn dat het misschien gewoon echt elke dag is. En dat het later dan een beetje opklaart. En dat was ook, volgens mij zei hij, om 8 uur 's ochtends. Ja. En dat is het net geweest. Ja, dat is net geweest. Er is dus één nadeel aan ons hotel. En dat is dus dat er helemaal geen ontbijt bij zit. Kon je ook blijkbaar niet erbij inbegrepen krijgen. Dus dat is wel een beetje irritant. Vandaar dat we dus elke keer gewoon een ontbijtje moeten zoeken. Wat ook niet erg is natuurlijk, want dat is ook wel leuk, want dan zie je heel veel plekjes. Dat komt doordat ze al die winkeltjes hebben. Dat ze gewoon het is meer afhalen gewoon bij het hotel. Je hoort zo ontzettend veel vogels, jongens. Zoveel dieren en alles hoor je hier. Maar ook gewoon al die verschillende bomen. Kijk, hier heb je hele dunne palmbomen, echt heel dun. Nou, hier heb je dan weer een of andere gekke boom. Het is echt allemaal zo aparte natuur hier. Ik heb in ieder geval echt heel veel trek en een lekker eitje. Nou, het ziet er leuk uit. Gisteren heb ik geen ei op namelijk. Ja, dit is het. Bij het strand. Goed uitgezocht, denk ik. Je komt binnen, het eerste wat je ziet is allemaal ananas, ananas, ananas. Ja, pizza Hawaii, jongens. Oh, de dag beginnen heerlijk hier in het zonnetje. Het is echt opgeklaard inderdaad, je zei het al. Heerlijk. Zo, en we hebben hier een acai bowl. Onze eitjes komen straks ook nog, maar deze gaan we delen met z'n tweeën. Ja, we zijn wel bestek vergeten. Oh, dat moet ik zo even pakken. En ik heb hier een lekkere cappuccino. Oh, ik ga eventjes ook hier de uitzicht aan jullie laten zien. We zitten dus echt gewoon precies aan het water. Daar in de verte. Dit gebouw hier, dat is ons hotel. Dus het zit ook wel echt mooi zo, hè? Oh, dit is zo lekker. Fruit in het buitenland, daar hebben we het er net over. Ja, het is altijd zoet. Zoveel beter dan in Nederland. Mm. Echt een goede acai bowl. Heerlijk. Daar is die hoor. Zo, kijk eens even. Oh, dit is dat is een mooie bloem erbij. Dit is lekker. Dat ziet er echt heel goed uit. Hey, jij hebt het wel weer beter gedaan, hè? Zie je, restaurantjes uitzoeken. Ja, maar ik vond het gisteren ook echt wel lekker. Alleen toen was het gewoon even vervelend in verband met alles. Met het paspoort en zo. Ja. Dit was het beste begin van de dag tot nu toe. Ja, helemaal lekker dit. Ik durf wel te zeggen van de afgelopen maand, toch? Zo, wat een heerlijk ontbijt. Echt. Heerlijk. Straks alles lekker weer uitscheiden. Ja, bij jou gaat het heel snel. Zullen we even terug naar het hotel? Ja. Oké, die informatie was ook totaal niet nodig om te vertellen, maar... Nee, ja, het was echt lekker. Het was heerlijk. Wij gaan zo weer richting de auto, maar ik heb nog even lekker een koffie hier. Kijk dan, dit is toch ongelooflijk. Even serieus, heb je dit ooit gezien? Nee, zo... ja, in een film. Ja, in een film inderdaad. Kijk deze boom, joh, hoe die eruit ziet. Met die lianen of wat hier allemaal aanhangt. Dit bedoelde ik net, de natuur is hier allemaal zo gek. Ook al die wortels die hier boven de grond zitten. Maar kijk dan, wat een apart ding. Heel gek. Kijk, 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 de schatten. Oh. Oh. Helemaal fotootjes maken jij, schat. Ja, ik begin hem door te krijgen. Je begint hem door te krijgen. Ja. Het worden allemaal prachtige foto's, denk ik. Nou. Wij zitten dus weer in de auto. Kijk, en we hebben het in Nederland al aan jullie laten zien. Maar Lynn heeft dus een hele mooie planning gemaakt voor alle dagen dat we hier zitten. Ik zal het even hier laten zien. Dus kijk, dag 4, dag 5, dag... Oh, gaat hij scherp stellen? Dag 6... Hallo? Ja, nou in ieder geval een hele Hawaii planning voor de komende week. Hier dag 10, dag 11, dag 12, dag 13. Echt allerlei dingen. En we hoeven hem niet op volgorde te doen. Kijk deze mapjes. Oh, heb je die zelf gemaakt? Tuurlijk niet. Nee, ik dacht al. Kijk, we gaan nu naar... Dit is Oahu, dus het eiland waar we nu op zitten. Hier ergens. Okay. Kawa, ja, we zitten nu hier. Hier gaan we naartoe. Ja, we zitten nu hier. Aha. Nee, maar daar hebben we dus allerlei dingen ingezet die leuk zijn om te doen. Dus we hoeven niet helemaal precies de planning te volgen, maar dan weten we tenminste wat er allemaal is. Wat er is, ja. Zodat we niet iets vergeten als we... Klopt. Superhandig. Heb je goed gedaan, schat? Dankjewel, poepert. Nou, nu op naar het strand, poeperdoepert. Ja. Lekker poeperdoepert. Ja. Oh. Moet je poepen eigenlijk? Nee, nog niet. Vanochtend wel. Ondanks dat ik koffie op heb. Ja, vanochtend wel, ja. Dat heb je goed onthouden. Ja, je was ook vergeten door te spoelen. Ja, maar ik dacht, het was 5:30 's ochtends. En ik dacht, ik spoel expres niet door, want dan maak ik iedereen wakker. Maar toen was het 8 uur. En toen ging Lynn naar het toilet en toen lag het er dus nog. Ja. Waarom vertellen we dit op de vlog? Dat is echt totaal niet nodig, dit. Nee. Ik zet dus alleen maar mezelf verlooien. Ik kan het ook knippen. Ja, dat kan. Nou, het is in ieder geval vanaf hier 52 minuten rijden naar het strand. Dus het is best een ritje nog. En het is echt, ja, precies de andere kant van het eiland. Dus je doet ongeveer 1 uur over. Ja, maar het rare is, het eiland is zo kom ik weer aan met mijn dingen. Hier zitten wij, hier zitten waar we nu heen gaan. Wacht even, ik snap het niet. Nee, graf. Die ene van vanochtend zat helemaal links, maar dit zit gewoon in de breedte en het is niet zo breed. Dus ik denk dat het gewoon een route is waar je heel langzaam moet rijden. Echt goed uitgelegd zo met je handen. Ja, heel nice. Ik geniet echt ontzettend echt van het autorijden hier, onder alle bomen door. Kijk die wegen. Gek toch dit? Goh. Mooi. Ja, ik vind het ook zo totaal niet erg om een uur te rijden. Als ik in Nederland een uur moet rijden, dan word ik helemaal gek. Tenminste, dat valt ook echt wel mee, want dat doe ik best wel vaak. Maar hier kan je gewoon echt je ogen uitkijken. Alles is zo mooi hier. Wat zei ik net? Gio zei net tegen mij, zullen we het dak eraf doen? Echt 1 minuut geleden. We zaten net nog in de zon, hè? Kijk waar we nu rijden. Keihard in de regen, ja. Inderdaad. Ik zei, we hebben echt geluk dat we het niet hebben gedaan, want dan... er is geen knopje of zo die je even... Nee, je moet hem helemaal erop klemmen en doen. Zo ja, het is wel echt wisselvallig weer hier. We zaten net lekker in de zon en nu rijden we dus toch, ondanks dat we naar het strand gaan, wel de regen tegemoet. Maar je weet het maar nooit hier. Nou, ik denk altijd zo, de regen die gevallen is hoeft niet meer te vallen, dus beter nu dan dadelijk. Wauw, die moet op een tegeltje. Het regent nog steeds, maar we gaan dus straks hier dit gebergte weer in, jongens. Nou, is dit hetzelfde als gisteren? Ja, volgens mij wel. Dit is weer een heel mooi stukje straks. Maar het kan zijn dat we straks als we de tunnel doorgaan, dat we eruit komen en dat het misschien dus ineens lekker weer is. Dat zou kunnen. Ik hoop het. Maar bij jou op je telefoon stond dat het dadelijk heel zonnig wordt. Ja, het sowieso straks op. Ja. Dat gelukkig. Pas rond 1 uur of 12 en het is pas 9:30. Dus ik moet echt wel wennen dat we al... Ik ook. Ik zit de hele tijd op de klok te kijken. Ja, liggen normaal in Nederland liggen we gewoon nog in bed. Ja. Nu komen we eruit meestal. Nou, ja. dan is het vroeg voor ons, zeg maar. Ja. En nu hebben we echt al best wel veel gedaan. Voelt echt goed. Kijk de weg waar we doorheen rijden, dit hier. Oh, al die bomen aan de zijkanten weer. We kijken echt onze ogen uit naar de bomen, hè? Ja, ja, mega zie je ook niet op dit moment. Nee. Ja, maar net ook overal gewoon. Zeker. Zo, goedemorgen. En we komen aan de andere kant de tunnel uit, weer bij dit prachtige gedeelte. En kijk, ik denk als we hier nu rechts ook een beetje de bocht omgaan, jongens. Nou... dan hebben we... zien we blauwe lucht of niet? Oh ja, we zien... nou... je ziet het niet. Maar het is wel blauwer dan aan de andere kant. Dat denk ik wel, ja. Het is wel een beetje opgeklaard hier gewoon. Dit is niet normaal. Ja, je kan wel blijven filmen gewoon eigenlijk. Ja, dit wil ik hem eens naar buiten halen hier? Op onze route... naar het strand. En ik heb het gevoel dat we nou echt een beetje naar een minder toeristische deel aan het gaan. Ja, gewoon meer bergen ook. Ja. Op zich is die wolken zo boven de berg ziet er wel gaaf uit ook, vind ik. Het heeft al wat. Ik denk dat dit misschien ook wel een van de mooiste routes is. Ja, want je hebt hier allemaal berg en hier allemaal zee. Een van de mooiste routes die we hier gereden hebben tot nu toe. Oh, prachtig dit. Kijk eens aan. Oké, jongens, de plek waar wij aankomen is dit, de Kaloa Range. En we gaan hier even een parkeerplaats zoeken. Zo, en bij de bergen waar we net geparkeerd hebben, lopen we hier dus eventjes naar binnen, jongens. Want kijk eens aan, bij het gebergte wat je net zag zijn dus heel veel bekende Hollywoodfilms opgenomen. Ik ga er eventjes één laten zien. Kijk, uiteraard Jurassic Park is hier dus ook opgenomen, zie je? Voor de mensen die die film gezien hebben. Misschien wel heel bekend dit allemaal voor jullie. En je kan dus hier ook een hele tour doen, maar dat gaan wij dus nog niet vandaag doen. Maar we waren toevallig in de buurt, dus we konden eventjes hier langs. En kijk, wat ook wel gaaf is, hier zie je een hele miniatuurversie van de bergen. Het is echt een ziek gedeelte. Kijk dan, het is ook gewoon een dubbele berg. Hier kijken wij net tegenaan, maar je hebt dus ook nog gewoon een heel gebergte daarachter. Dat is toch prachtig? Niet normaal, hè? Ja, ik ben wel benieuwd waar dan precies die film is opgenomen. We hebben hier ook gelijk even lekker wat drinken gehaald. Kijk, met zo'n bus als hier kan je dus ook tours doen. Zo leuk. Ja, maar zoals ik al zei, dat gaan we nu nog niet doen. We gaan dat pas later in de week doen, omdat het allemaal dus echt helemaal al volgeboekt zat. Maar het is wel een prachtige plek. Ja, ik snap wel waarom ze hier die films ook opgenomen hebben. Het is ook echt zo... Jumanji was hier ook opgenomen, volgens mij. Ja, ook. Jurassic Park was hier opgenomen. En Kong Skull Island. Dat is die film met die aap, volgens mij. Nou, de tussenstop hier kwam wel even goed uit. Want we zijn nog steeds een beetje aan het wachten dus op de zon. Want nu op het strand zitten heeft ook nog niet heel veel, veel zin. Het was net ook echt vroeg. Nu is het 10:30. Dus... ja, dus het wordt beter. My bro got packed, get rid of it. No, you don't want to walk on a block, no We zijn er, jongens, op het strand waar we naartoe wilden. Ja, dit is wel echt ongelooflijk mooi. Het blauwe water, het strand, gebergte in de verte. Er zijn hier ook mensen aan het kamperen. Die hebben hier gewoon lekker helemaal tenten neergezet. Zullen die ook echt dagenlang slapen, denk je? Ik denk niet dagenlang, maar voor een nachtje. Ja, voor een nachtje lijkt het me wel lekker om hier even op het strand te zitten zo. Woehoehoe! De eerste keer! Oh, zo! Wow. Jongens, welkom op fucking Hawaii! Oké, eindelijk lekker op het strand. Eindelijk lekker mijn peentje bloot. Oh, nou, we zitten hier echt gewoon helemaal privé zowat. Hey! Hey! Mijn perfecte timing. Mijn peentje is lekker bloot. Ja, je peentje is lekker bloot. Heerlijk, hè? En perfecte timing. Zo. Jongens, heerlijk genieten. Zal ik het water in rennen even? Nou, ren jij er maar eens in? Nee, ik wacht er wel even. Ik ben echt bang, want ik kreeg zoveel berichtjes van mensen die zeiden er zitten haaien hier. Echt? Ja. Ja, dat is ook niet heel raar. Te ver. Fuck. Ja, en haaien die zitten vaak dicht bij de kant, hè, jongens. Die zitten dus nooit in... Ja, haaien zitten nooit echt in het diepe water. Echt? Ja, dat zeiden ze toen. Hé, hey, je hebt ook je peentje bloot. Mijn peentje. Oh, lekker peentje. Kom. Oh. What the fuck? What the fuck? Ik trek in één keer al je ring uit. Oh. Oké, moet je eens voelen? Moet jij eens voelen hoe warm het water is? Nou, waarschijnlijk niet warm. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Nee, ik voel het nou al. Dan ga je nu al terug? Ja. Zo, schat, dit is een mooi beeld. Wow. Ja, mooi hè? Ik denk dat dit mijn mooiste vlog van het jaar wordt, jongens, qua beelden. Dit is nog echt een tikkeltje mooier dan heel Miami en alles wat we daar gezien hebben. Ja, echt next level, ja. Ik denk ook nog wel mooier dan ja, de Bahama's. Weet je nog dat we op de Bahama's stonden en dat ze zeiden ja, dit behoort tot een van de mooiste stranden ter wereld? Dat was het echt niet. Even serieus. Dan hebben ze dit strand nog niet gezien inderdaad. Dan snap ik echt niet waar die titel nou vandaan kwam toen. Ja? Goh, kijk eens die bergen. Hè? Dat ik niet snap waar die titel vandaan kwam toen. Dat mensen dat zeiden. Nee. Dat het een van de mooiste stranden ter wereld was. Jeetje jongens, dit is... Zo lekker vroeg nog op de dag. Ah. Het is nog niet eens het warmste moment, maar het is gewoon echt prima en heerlijk uit te houden zo. Wow, Lynn en ik komen net tot de ontdekking. Stel je voor dat dit school is. Dit is een school. Het is een school. Jongens, hier zitten gewoon, ja, ik weet niet of het nu open is, maar dit is gewoon een school. En dan is dit je uitzicht als je in de klas zit. Oh, zo, dan zou ik helemaal gek worden. Ja, hoe zou het ik zou niet meer naar school gaan. Hoe zou het leven zijn als je hier op school zit? Toch... Ik weet het niet. Ik weet sowieso niet hoe het hier is met educatie. Nee, ik heb ook geen idee. Ja, ik zou helemaal afgeleid raken. Het is nu springbreak, hè? Springbreak, ja. Dus het is nu sowieso vakantie. Ja. Dus ik denk dat die school nu ook inderdaad niet open is. Misschien dat het daarom ook zo lekker rustig is hier. Want we hebben echt gewoon het hele strand hier zowat voor onszelf. Kijk eens, het cameraatje is weer tevoorschijn hoor. Je gebruikt hem wel echt goed, schat. Mijn foto's zijn echt mooi. Ja, ze zijn heel mooi. Als je ze wil zien, jongens, dan binnenkort komen ze op je Insta, denk ik. Als ze leuk zijn. Die bergen zijn ook zo mooi en lekker groen allemaal, hè? Goh. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat dit echt het mooiste strand is waar ik ooit en het chillste waar ik ooit in mijn leven gezeten heb. Voor mij ook. Omdat het en rustig is. En die super mooi. Ja, die gebergtes, het witte zand, de bomen en de blauwe zee. Ik denk echt het mooiste. Het mooiste ooit. Ik denk het ook. Ik weet het wel zeker trouwens. Ik zeg nu gewoon officieel bij deze jongens, is het mooiste strand waar ik ooit geweest ben. Oh. Tja. Echt Oh, dit echt. Ik ben zo happy. Het is ook gewoon lekker weer. Het is warm. Ja, heerlijk. Dat kan niet beter. Dit kan echt gewoon net uit een film komen. Oh, en heel toevallig zijn die ook allemaal films opgenomen. Ik zeg net, dit zou echt allemaal uit een film kunnen komen zo. Zo mooi is het. Maar niet hier toch? Nee, ja, het is daarachter. In het gebergte is het allemaal opgenomen. Jumanji en alles. Maar ik snap het wel echt. Het komt ook gewoon uit de film dit. We hebben ons er nog niet echt ingesmeerd, maar wat zeg je nou net? UV-index 7, extreem weer, advies wegens hoge branding. Oeh, hebben we zon al mee? Ja. Laten we die even opsmeren. Kom maar op. Wow, ik mag weer aan de slag. Giovanni, ga maar liggen. Met alle liefde ga ik liggen. Oh. Ja, UV-index 7. Wat was nou het hoogste? 11 was het hoogste of zo, toch? 10. Oh, 10 is het hoogst. Oké. Zo, wat is dat? Even kijken of dat de nieuwe is. Want die oude, ik weet niet hoe lang die open is en dan is die niet meer goed. Meneer, waar wilt u eerst ingesmeerd worden? Ik wil graag eerst op het pensje ingesmeerd worden. Laat mij even liggen. Kijk hem liggen ook. Dat lekkere pensje. Even wachten. Mensen denken echt, waarom filmt hij dit waarschijnlijk? Kijk jongens, voor de mensen die de vlog uit Frankrijk toen gezien hebben, uit Parijs bedoel ik. Ik heb Lynn toen een ring gegeven, maar heel die ring is verbogen. En hij is helemaal krom een beetje aan het worden. Het waren zo mooi 3 hartjes, maar kijk, die hele middelste hartje is gewoon verbogen. Ja, zonde. Maar op zich maakt het niet zoveel uit, want kijk, als ik hem om mijn vinger heb, zie je hem niet weg zitten. Het is wel mijn allereerste ring ooit. Ja, die gaat nooit meer weg. Nee. En de ketting? Ja, die draag je wel echt elke dag. Ja, hè? Altijd. Ik doe het nooit uit. Ik doe mijn sieraden nooit uit. Kijk, de ketting van... hier. Van het cruiseschip. Ja. Wat? Valentijnsdag. Onze eerste Valentijnsdag. Ja, eigenlijk deze vakantie moet er misschien wel weer iets nieuws komen. Wat bedoel je? Even goed denken. Wat bedoel je? Een mooie herinnering. Die maken we nu toch? Of wat bedoel je? Ja, dat is waar. We gaan voor het eerst hier even lekker het water in. Oeh. Nee, dit wil echt niet. Vindt ze ook koud? Nee joh. Je moet even door. Daar valt het echt wel mee. Zo, ik moet sowieso even een plasje plegen. Kom schat. Het kan echt wel hier. Oh, zo, op de GoPro ziet het er ook allemaal wel echt fantastisch uit, moet ik zeggen. Ja, ik moet sowieso er even in, schat. Als je bij mij komt staan, wordt het warm. Als je bij mij komt staan, wordt het warm. Kom. Ik weet ook niet of hier enge krabben of iets zitten. Ik heb geen idee wat voor beesten hier allemaal in het water zitten. Ik zie ze wel allemaal snorkelen ook in de verte. Ik maak het hier warm, kom! Ze wil niet verder. Nou, dan maar even genieten zo. Ah! Zo! Wat zeg je? Jij zei pootje bij. Ja, maar ik moest even plassen. Oh, je moest plassen? Ja, ik moest plassen. Waarom vraag je mij mee? Waarom vraag je mij mee? Ik zei toch, als je naar mij komt, wordt het warm. Dan was het gewoon lekker warm geworden. Jij jaagt me helemaal van mijn legpositie. Wat zeg je? Ik lag hier gewoon echt lekker te slapen, hè? Sorry. Oh. Oh. Eindelijk. Oh. Zo, ja, zo is het echt wel prima te doen. Hey, die wolken blijven boven de bergen hangen daar, hè? We laten even onze spullen achter. Dat kan ook, denk ik wel. Moet wel lukken, er zijn sowieso niet heel veel mensen hier. Hopen we. Op het eiland wel, maar op het strand hier echt totaal niet. Ik vraag me af of gewoon heel veel mensen dit strand misschien niet kennen. Of dat het gewoon. Misschien dat de mensen het te koud vinden nu nog of zo. Nou, het is niet koud. Als de zon door is, is het niet koud. Nee, maar ik vraag me af waarom het zo rustig is. Ja. Misschien omdat het toch helemaal de andere kant van het eiland is. Ja. Een beetje een geheime spot hier. Maar ja, niet meer zo geheim nu, want mensen moeten dit echt zien. Echt heel, ja, zeker. Als je op Hawaii bent, sowieso. Ja. Zo, we hebben het eigenlijk wel even gezien hier op het strand. We gaan maar eens de auto straks weer in. En op zoek naar het volgende mooie plekje. We hebben toch wel echt even een goede 2 uur lekker hier zitten genieten. In de zon ook. En ja, ik ben benieuwd of we echt nog mooiere plekken dan dit gaan tegenkomen. Want het lijkt me lastig. Schoenen aan, kan ik weer een beetje fatsoenlijk auto rijden. Beter. En moet je ook je voetjes afkloppen? Ja. Allemaal vies zand ertussen. We zitten wel echt ook hier aan de achterkant van de auto. Lekker. Ja, zo'n Jeep in dit land is echt perfect, hè? Een Jeep is echt de perfecte auto gewoon voor hier. Ja, ik zou hier echt gewoon uren kunnen zitten met de uitzicht. Ja, hè? Echt niet normaal. We gaan de vrouw even helpen. Even alles afdoen. Al het zand. De benen ook. Nou, die lukken wel. Dankjewel, schatje. Dat is ook... Ben je lief ook? Lekker. Dank je. Kijk eens, wat een knappe man. Ik hè? Ja. Zo. Tijd om weer lekker de weg op te gaan. Ik wilde het dakje open doen, maar misschien dat we dat straks even doen. Muziekje op. We zijn weer beland bij een andere soort van natuurgebied / baaiachtig. Ja, je hebt hier overal van die natuurparkachtig dingen. Ja, maar overal ook staan ook van die bankjes. Aan het water allemaal. Als je dan hier doorheen loopt, kom je weer echt bij de zee. Hier kom je ineens op uit. Ja, dit is wel een groter strand als waar we net waren. Veel groter, ja. Maar niet even mooi, hey. Nee, zeker niet. Terwijl het scheelt echt maar 3 minuten. Ja, klopt. Ja, we hebben wel echt een pareltje gevonden net, hoor. Ja, zeker. Wij krijgen ondertussen alweer een beetje honger, want we hebben vanochtend natuurlijk vroeg echt om 8:30 ontbeten. En het is tijd om weer te eten, denk ik straks. Check dit. Een schoolbus. Hier gewoon, midden in de, weet ik veel, middle of nowhere. Ja, nogmaals, ik vraag me echt af hoe het schoolleven hier zou zijn, als je hier op school zit. Dus. Oh, open. Kijk. Oh, ik heb echt een natte kont. Dat is echt kut. Ja, een natte zwembroek in. Ja, ja. Een natte onderbroek in mijn zwembroek. Doe even dan je onderbroek uit. Rustig niet, kom op. Nee, dat kan toch gewoon. Leen, ik ben aan het filmen, kom op. Dat kan je niet zeggen nu. Ja. Ik kan toch gewoon je onderbroek even uitdoen achterin. Ja, dat ga ik even doen. En hoe voelt het? Zit je mij te filmen? Ja, Free Willy, hè? Free Willy. Ja, eigenlijk hoor je dus helemaal geen onderbroek mee te dragen onder je zwembroek, zeggen ze tegenwoordig. Het moet gewoon altijd zonder. Ik draag ook nooit een onderbroek onder mijn bikini. Nee. Dat zou wel heel raar zijn. Vind je? Ja. Best veel mensen doen dat, hoor. Houd toch op, joh, wat zeg jij nou? Aan de linkerkant hebben wij dus de zee. We zijn weer lekker onderweg terug, jongens. Daar hebben we weer de prachtige gebergen. Weet je wat ik me dan afvraag? Zeg maar, hoe zou dat vroeger gegaan zijn dan, hè? Met het ontdekken van de wereld. Je zit echt midden op die extreem grote zee natuurlijk. En ineens kom je zo'n paradijs als dit tegen. Hoe zou dat gegaan zijn toen de tijd? Geen idee. Dat is toch ziek om over na te denken. Dat je gewoon aan het varen bent. Met ontdekken. Hoe lang geleden is Hawaii ontdekt? Ja, geen idee. Ik weet niet, misschien is het ook wel helemaal niet op die manier gegaan. Daar heb ik eigenlijk geen kennis van. Ik ook niet. Maar dat je dan ineens na al dat varen hier terecht komt. Lynn heeft het even opgezocht. Nou, kom maar. Het was de Britse ontdekkingsreiziger James Cook die in 1778 als eerste melding maakte van het bestaan van deze eilandgroep. 1778 was het. Ja. James Cook, die heeft dus dit ontdekt. Die heeft de eerste melding van Hawaii gemaakt. Zo, die heeft vast een goede tijd gehad toen die hier lekker aankwam. Een Britse ontdekkingsreiziger is het. Oké, interessant om te weten. Nou, weten jullie dat ook weer. We rijden hier op de snelweg, jongens. En kijk, zie je het goed? Ja, je ziet het wel. Er zit gewoon iemand te chillen hier. En hij beweegt niet gewoon. Het ziet er eigenlijk best wel eng uit, vind je niet? Oké, dus of hij is omgelegd. Maar eerlijk, hij beweegt niet. Nee, maar dan zou hij echt... Nee. Al een paar minuten ligt hij zo. Dan zou hij echt lijkbleek moeten zijn, denk ik, als hij dood is. Het zou wel een goeie zijn. Doen alsof iemand slaapt achter je auto, maar vervolgens gewoon een lijk vervoeren. Ja, het is een goede dekmantel. Geloof het niet, maar we waren zo enthousiast over ons ontbijt vanochtend, dat we gewoon weer bij hetzelfde tentje gaan zitten. Weer aan het strand. Aan het strand, ja. Terug in Honolulu, de hoofdstad. Ja. En we gaan even wachten op ons eten hier. Ja, het is echt een toptentje hier, hè? Ja, echt heel lekker. En druk. Echt heel druk. Ja. Nee, maar vandaar, we zijn weer lekker hier gaan zitten. Lynn zit weer helemaal verliefd naar een... Oh, ze roepen trouwens de hele tijd mensen om. Die moeten hun eten komen ophalen. Maar jij zit weer helemaal verliefd te kijken naar een kindje. Ja, het is echt een schatje. Nou, ik kan het kindje niet echt filmen, denk ik, maar... En ze zit de hele tijd te lachen. Oh. Echt schattig. Lynn met de kinderwens. Lynn met de kinderwens. Heb jij geen kinderwens, hè? Zeker wel, zeker wel. Hallo, haar pet. Volgens mij zie je het kindje nu aan mijn rechterkant, of niet? Ja. Ah, dit is echt niet normaal. Dit is zo schattig. Ook die geluidjes die eruit komen, hè? Eventjes, schat. Ja, eventjes. Probeer je gewoon rustig een smoothie te drinken. Word ik helemaal gefotografeerd hier. Ja, maar de foto's zijn gewoon echt heel mooi. Ja, dat is waar. Kijk, een lekkere Hawaiiaanse smoothie. Lynn heeft een Pokeball besteld. En dat hij zag er dus... net mooi uit, maar nu niet. En dat is ook echt Hawaiiaans. Dat komt hier dus echt vandaan. Ja, Pokeballs. Daar keek ik het meest naar uit. Ja, qua eten, hè? Ja. Ik heb een lekkere burger. Maar wel een gezonde smoothie. Wij zitten weer terug in de auto. En ik ga de camera even aan jou geven. Want ik moet rijden. En we gaan niet zomaar even rijden, jongens. We gaan 1,5 uur lang de auto in, namelijk. Want blijkbaar... Nee. 1 uur en 20 minuten. Oké, 1 uur en 20 minuten. Blijkbaar kan je dus zo'n lang stukje rijden. En we gaan naar een speciaal iets. We zijn dus vandaag een beetje de strandjes aan het ontdekken natuurlijk. Maar er is dus een apart strand en dat heet Turtle Beach. Nou, de naam zegt het al. Er liggen daar dus, als het goed is, heel veel, maar echt grote schildpadden. Dus ja, op de foto's... Ik vraag me af, zouden die er dan in de ochtend liggen en dat ze in de middag worden afgeschrokken door mensen? Dus dat ik dacht dat je zei, worden ze afgeschoten? Nee. Wat zeg jij nou? Nee, afgeschrokken. Dat weet ik niet, ik denk dat ze wel gewoon tam zijn. Tam? Ja, ik denk dat ze wel gewend zijn. Denk je? Ja, dat denk ik echt wel, ja. Oh, mooie jeepkleuren. Ja, het stond op Willys. Willys. Lekker Willys. Nee, maar vandaar, die rit gaan wij nu lekker maken. Dus we gaan weer genoeg van het eiland zien. De route naar deze plek toe is weer echt zo'n ander landschap. Het zijn gewoon polders, lijkt het wel. Zie je het een beetje? Ja. Dat is echt hier ook weer aan de rechterkant. Ja, hier weer... gras. Echt weer compleet anders. We zijn nu ongeveer een uur onderweg. Dus het is best wel al een eindje waar we zitten nu. Maar het is echt weer heel... compleet andere wereld hier. Wel weer prachtige bergen in de verte. En we gaan ook dus richting die kant. Wij gaan heel even uitstappen, jongens. Oh, kijk eens aan, kijk eens aan. Even de auto hier langs de weg geparkeerd. Dan gaan we hier eventjes erlangs. Op slot. En oversteken. Kijk, het is namelijk hier een hele wilde zee. Oh. Er staat hier ook dat je niet mag zwemmen. Het is levensgevaarlijk. Kijk, no swimming. If in doubt, don't go out. Strong current, oftewel echt heel heftig. Ik heb echt respect voor als hun hier, dit is echt niet normaal. Als zij hier gaan surfen? Ja, dit is echt niet normaal. Zo, check eens even daar hé. Wat een golf inderdaad. Ja, dit is wel gaaf hoor. Echt een hele wilde zee. Kijk eens in de verte ook. Oh. Het is een heel stuk rijden aan de andere kant van het eiland, maar dan kom je dus ook wel hier bij dit. Dit is trouwens nog niet Turtle Beach jongens. Maar wel echt een heel apart stuk hier. Echt heel mooi. Ik heb even de telefoon van Lien gepakt. Nu kan je pas zien hoe wild... Kijk eens hoe wild de zee is. Oh, er zit een surfer daar. Kijk eens, daar gaat iemand. Oh, wat een golf hé. Kijk, die meid valt van haar bot hè. Zo, ja, het is echt niet normaal. Echt een hele wilde zee. Wel gaaf om te zien. Kijk, je ziet ze daar gaan. Ik wens ze heel veel succes. Ik ben heel benieuwd. Wij zitten hier gewoon lekker veilig toe te kijken op de stenen. Ook een prima plekje. En we zien wel hoe ze het daar gaan doen in de verte. Maar ja, ik denk dat dit inderdaad ook wel echt pro's zijn, want anders ga je hier echt het water niet in. Dit is echt heel hoog. Dat is gewoon zelfmoord. Dit is echt heel hoog. Zo. Goh. Je zal maar straks op die stenen kletteren hier ook, dat moet je ook niet hebben hoor. Oh ja, we hebben iemand. Kijk eens aan. Daar. Woe! Ja, die kan het wel. Oh. En we zien hem niet meer. Hij is gewoon verdwenen hè. Hij verdwijnt echt in de golven daar. Wij laten het hierbij. Echt wel echt cool om zo die hele wilde zee te zien. We hadden het daar vanochtend nog over, Lin en ik. Dat ik dat nog nooit van mijn leven gezien heb. Zo'n wilde zee. Dat ik gewoon me niet kan voorstellen hoe golven zo hoog kunnen worden. Maar ja. Nu we het toch een klein beetje kunnen zien. Ah, het kan natuurlijk nog veel erger dan dit. Je hebt hier echt alles gewoon. Prachtige natuur, prachtige zee. Nou ja, mensen die surfen hier links, gewoon het hele beeld. Wat? Ja, wiet, dat is hier ook. Zo! Dit is hier niet normaal. Zo, ja, die ruik ik ook goed. Dat is heel toevallig dat ik nu zeg, je hebt hier alles. Nou, je hebt hier ook wiet, die ruik je goed. Nee, maar echt zo'n aparte dingen kom je hier ook tegen. Nu bijvoorbeeld die hele hoge golven weer. Echt fantastisch, de gebergtes. Nou, ook mooie auto's. Kijk, die staan hier. En een supermarkt. We zijn in ieder geval bijna bij Turtle Beach. Dat zal ook al dus ergens straks hier aan de linkerkant zijn. Ik ben heel benieuwd wat we gaan aantreffen daar. Wij zijn eindelijk op het strandje aangekomen, jongens. Waar dus de schildpadden liggen. En het is hier ook weer een hele aparte plek. Zo naast de bomen. Er zijn ook aardig wat mensen hier die het volgens mij allemaal aan het bekijken zijn. We zijn natuurlijk niet de enige. Oh, je moet ook uitkijken dat je hier niet op je bek gaat. Zo, kijk dit daar jongens. Je ziet gewoon bijna niet dat het schildpadden zijn. Het lijken gewoon stenen. Ze liggen hier gewoon helemaal te chillen. Kijk, ze liggen daar joh. Er zit gewoon geen beweging in ook. Ik weet niet waarom ze precies deze plek hier hebben uitgekozen. Maar ze liggen hier gewoon met z'n allen. Alle bij elkaar. Er zit alleen echt geen beweging in. Nee, er zit echt geen beweging in. Gewoon, hun hoofd beweegt niet. Het lijkt gewoon echt alsof ze hier zijn neergelegd. Ik zal even inzoomen met mijn telefoon. Kijk. Ze liggen gewoon ook helemaal te pitten hier. Oh, er komt beweging in. Bij deze komt... Ja, zijn ogen bewegen een beetje. Oh, kijk dan. Hij wordt wakker. Er komt toch eindelijk... Zo. Wat grappig. Nou, dit was het volgens mij. Dit was het. Er liggen echt een stuk of 5 bij elkaar. Kijk, in de verte zien we nog steeds die gekke golven daar. Ook helemaal tegen de kade aanslaan. En dan hier liggen ze lekker met elkaar te chillen. Helemaal in dromenland. Hoe oud zullen deze beesten zijn joh? En deze gaat weer beweging zitten. Deze is toch een beetje wakker. Maar het enige wat hij doet is echt gewoon zich verplaatsen. Kijk, je mag er niet hier over de paarse lijn heen. Dan sta je te dichtbij op ze, dus ze worden ook gelukkig wel lekker met rust gelaten. Ik heb het net even opgezocht. Het zijn Hawaiiaanse groene zeeschildpadden. En ze kunnen 100 jaar oud worden. 100 jaar! Dus die kunnen hier gewoon 100 jaar op het strand lekker liggen, joh. Met de telefoon kan ik ook trouwens een beetje mooi zoomen. Dit zijn telefoonbeelden, jongens. Maar zo zie je een beetje ook dus hier hoe het eruit ziet met het water en alles. Er hangt ook een soort van stoom daar boven het water, zie je? Maar dat krijg ik met mijn camera niet helemaal lekker op beeld. Soms zijn telefoonbeelden nog echt wel gewoon beter dan een camera om de sfeer te laten zien. Ik lees net een feitje op het internet. Weet je hoe oud zo'n schildpad ooit geworden is? Nou. De oudste ooit. 200. 400 jaar. 400 jaar, jongens. Heeft ooit zo'n schildpad geleefd dus blijkbaar. Nou, ik denk niet dat deze zo oud wordt die daar liggen, want dat is natuurlijk wel een heel zeldzaam geval. Maar ja, schildpadden kunnen echt niet normaal oud worden. Ja, kijk wel langs rijden. Ah, jullie verpesten mijn uitzicht. De Lambo dealer, die zit hier. De Maserati dealer, de Land Rover dealer. En Ferrari staat daar, als het goed is. Ik zei net tegen de, ik heb nog geen enkele echt dikke auto hier zien rondrijden. Nee, en precies toen reden we hier. Ja. Maar ja, dat betekent dat we ze nog steeds niet hebben zien rondrijden, echt hier. We zijn weer terug bij het hotel en wij kunnen dus eind deze week, kunnen we ook nog zo'n auto huren. Een Mustang. Vind je dat wat? Ja, leuk. Dat lijkt me ook nog best wel leuk. Het maakt me eigenlijk echt nooit een drol uit. Want de Jeep hebben we dus niet deze hele week, omdat we natuurlijk nog van een andere plek naar een andere plek gaan waarschijnlijk. Dus we zouden misschien dus ja, die Mustang nog ook een keertje kunnen doen. Ik vind dat wel hele gave auto's ook namelijk. En Amerikaans. We liggen hier weer even op bed en ik heb misschien goed nieuws over het hotel, het tweede hotel van ons. Maar ik ben nog even aan het bellen. Oké, als het goed is, is het tweede verblijf wat we zouden doen, is kosteloos geannuleerd. Dus dat scheelt even wat, jongens. Oh, dat komt goed uit. We gaan dus wel de vakantie waarschijnlijk op een andere boeg gooien. Maar wel juist eigenlijk op een betere, ja, op een beter idee. Want yeah, de politieagent waar we geweest zijn van de week, die zei dus dat we echt naar het eiland Maui moeten gaan. Ja. Dus we kunnen nu gewoon daar een hotel boeken en het andere hotel is gewoon kosteloos geannuleerd. Ja, alleen de vlucht zijn we klaar. Ja, alleen de vlucht naar het ene eiland. Want we zouden eerst naar een ander eiland gaan, die zijn we dan waarschijnlijk wel kwijt. Maar dat betekent dus wel dat we naar een ander eiland kunnen. En dan heb ik ook misschien al mijn noodpaspoort. Ja, en kunnen we gewoon... en geluk bij een ongeluk. In de zin van, nu gaan we naar iets wat nog leuker schijnt te zijn. Ja, dus dat zijn local. Ja. Dus in principe gewoon echt helemaal goed nieuws. En nog meer goed nieuws. Ik heb hier een domme achtergrond. Kijk eens even. Oh, yo, yo. Ja, dit zijn die foto's hoor. Hé, hey, kijk eens even naar mijn achtergrond. Jezus. Nee, die foto heb ik gemaakt. Oh, dit was het strandje vanmiddag. Maar dan met een filter eroverheen. Dus daar is de achtergrond helemaal wit. Maar dat deed mijn iPhone. Vind ik wel mooi zo. Deed je iPhone nou automatisch? Nou, dat kon ik gewoon aanklikken van wil je een filter? Ik zei ja, en toen was dit het. Zonde. Vind je het zonde, hè? Tuurlijk, je ziet hele mooie kleuren niet meer van het strand. Ja, oké, dat is wel waar, want dit is de oorspronkelijke foto. Die is misschien toch nog wel mooier. Ik heb het bandje weer om mijn pols. Ik heb steeds het gevoel dat ik iets vergeet. Misschien moet je voortaan ook je paspoort aan je pols hangen. Ik weet wat ik iemand zag commenten. Ja, ja Gio, voortaan moet je maar gewoon zo'n kettinghanger doen met je paspoort eraan. Nee, dan hou ik het liever zelf bij voor je. Wat? Dan hou ik het wel bij. Vind je dat heel erg? Ja. Ja, dat is echt lelijk, hè? Dat kan echt niet. Ja. Ik hou ook echt niet van die fanny packs. Nou ja, ik vind fanny packs ook helemaal kut. Dat ga ik ook niet dragen. Ja, dat klinkt heel kut. Gelukkig niet. Ja, nee. Dan hou ik het wel bij. Ja, jij moet het voor het maar bijhouden, inderdaad. Dat is beter. Zo, we stonden gelijk bij de goede lift trouwens. Wat een toeval. Ik liep daar expres naartoe, hij stond al. Oh, er staat ook een andere lift aan de andere kant open. Er staat nu een vrouw te wachten. Een lekker drankje in het hotel. Oh, en even lekker eten. Ja, eindelijk. Het is laat. Het is bijna 9 uur. Ja, het is 9 uur. We hebben ons even omgekleed dus helemaal, inderdaad. En we gaan nog even lekker wat eten, want we hebben weer een goede honger. En dit is een Mai Tai. Ze hebben eigenlijk overal die ananasjes, hè? Ja, maar ik had verwacht dat ze wel lekker waren, maar ik vind ze hard. Ze zijn niet zo sappig. Niet zo sappig? Ja, helaas. Nou, de cocktail ziet er in ieder geval wel lekker uit. Proost. Aankijken, want anders... brengt het op. Ja, ja. Ik ken een ander. Chicken tenders en jij hebt chicken karaage. Ja. Wat is dat? Zo lekker. Ja, dit. Ja, dit ja. Dit van een Japans gerecht was het. Zo lekker. Dit is zo grappig. Lin neemt zoveel trekjes van mij over. Als ze maar niet een trekje gaat overnemen met dingen vergeten of kwijtraken. Dat niet. ik ook niet. Maar dit is ook weer zo'n trekje. Dat is gewoon dat je je laatste stukje laat liggen. Dat is altijd wat... Ik hoef het ook gewoon echt niet meer. Huh? Ja, toen zei je tegen mij in het begin van ja, dat is echt zo vies. En laatste ding. Ja, sindsdien lust ik het ook niet meer. Nee, ja, ik laat ook daar mijn laatste stukje liggen. Mijn laatste stukje kip. Maar kijk, jij hebt het ook gewoon half aangevreven. Ja. Dit was echt een geweldige dag, jongens en meiden. Echt een geweldige dag. Ik ben helemaal verliefd op Hawaii en ik vond het echt top. Lynn is lekker aan het douchen. Ik ga ook zo lekker douchen en daarna gaan we uiteraard lekker slapen. Dus ja, jongens en meiden, ik wil jullie bedanken voor het kijken ook naar deze vlog. Morgen om 5:30 komt er weer een nieuwe vlog online met weer nieuwe avonturen hier vanuit Hawaii. En ja, het gaat allemaal geweldig worden. Dus ja, jullie gaan echt nog heel veel gave dingen zien de komende dagen. Gelukkig is alles een beetje goed gekomen met het gezeik van het paspoort. Dus dat wil ik ook snel vergeten en lekker achter ons laten. Want we willen alleen maar hier genieten van echt een van de mooiste reizen die we misschien wel ja, gaan maken of gemaakt hebben. Dus jongens en meiden, tot morgen. Bedankt voor het kijken. Om 5:30 bij weer een nieuwe vlog. Dat was niet de goede volgorde, maar ik zeg later.